Dit programma wordt u aangeboden door Jos Beres Wijnkoperij. Jos, lekkere wijn, prima service. Hier staat helemaal, ja, hier staat helemaal vandaag met Maartje Schaap. Ja. Zij is advocaat. En dan is zij vooral gespecialiseerd in, hoe heet dat nog maar? Wat komt er nou voor? In moord en doodslag? Ja, ja. Strafrecht. Strafrecht, advocaat. Is heel druk in de Big City. Ja. Neem dat op maandag op, maar nu is het natuurlijk alweer, zoals het heet, voorjaarsvakantie. Ja. Dus Heerstraat is rijk aan volk. Ja. En het maakt Heerstraat toch altijd net iets aantrekkelijker. Gezellig ook zo, ja. Hey, eigenlijk, want ik moet er natuurlijk heel kort op terugkomen. Eigenlijk had ik verwacht, ik denk dat doet ze. Eigenlijk had ik verwacht dat jij vandaag in badjas zou komen. Ja, nou, ja. Ik heb hem bij me. Nee. Geweldig. Ja. Heel kort. Heel kort, ja. Maar voor mensen die het niet weten, ik heb hier een paar keer heb ik al gezegd, hè. Dan zeg ik, Maartje Schaap, ik zeg, nou, dat is die advocaat. Oh, tuurlijk. Ja. Kun je nagaan. Ja, wat een verhaal, hè? Ja, jij was in de gevangenis? Ik moest naar een cliënt van mij bezoeken in de gevangenis. Ja. En normaal gesproken is dat geen probleem om binnen te komen. Maar in Zutphen zijn ze heel streng. Was je in Zutphen? Het was in Zutphen. Ja. Het was een eindje rijden vanuit Groningen. En ik lever altijd mijn spulletjes in, wat piept. En in één keer zegt die meneer van, ja, je komt niet binnen. Toen zei ik, nou, voel maar wat je moet doen met zo'n handdetectieding. Ja. En dat wilde hij niet. Toen zei hij van, of u gaat nu naar huis, of u kleedt zich uit en u trekt deze badjas aan. En toen heb ik een hoop stampij staan maken, want ik wilde natuurlijk niet als een of andere Teletubby daar door die gevangenis heen. Nee. Maar ik moest wel. En ik moest die meneer spreken, want ik had de volgende dag een zitting met hem. En het ging echt wel heel erg belangrijk ergens over. Dus ik heb de badjas aangetrokken. En toen was daar Badjasgate. Ik zit daar naar die winkel te kijken. Zie ik allemaal leuke bijpassende lingerie wat ik had moeten hebben. Ja, eigenlijk. Ja, wel, ja, inderdaad. Maar toen jij dus met die badjas aan door die poortjes ging, toen ging die weer af. Nee, want toen had ik helemaal niks meer aan. Hè. Ik moest me helemaal uitkleden. En ik moest die badjas aantrekken. En toen mocht ik door het poortje lopen. En waar zat het nu in? Wat was het? BH. Bij iedere natuurlijk. Vrouw is dat vaak een BH. Ja. Maar goed, dat is uiteindelijk een heel ding geworden. Ik heb daar wat over geschreven op Facebook. Tuurlijk. Dat is opgepakt. En Dirk Tuurl is nu boos op mij. En, ja, ik heb volgende week klachten erover. Dus dan moet ik weer er naartoe. Dus ik ben benieuwd wat er dan gebeurt. Ik neem mijn badjas op voorhand maar mee, denk ik, voor het geval dat. Ik heb er nu zelf een gekregen van een journalist van de Stentor. Leuk. Ja, dus dat was Bartjas affaire. Dus, maar het is wel bijzonder natuurlijk. Dat jij hebt natuurlijk al zoveel dingen gedaan in jouw carrière als advocaat. Maar dan blijft zoiets blijven hangen. Ja, ergens dat, hè. Als je nou met een hele mooie zaak in het nieuws komt, is leuker dan dat je jezelf in een knalroze badjas op tv of op nieuws ziet, zeg maar. Ja, goed. Hey, vorige week stond er een, ik weet niet of jij dat gelezen hebt, een artikel in het Dagblad. Een eigen verhaal van Tjalling. Tjalling van de Groot. Het ging over slachtoffers, hè? Ja, over de rol van slachtoffers. Ja, over het spreekrecht. Ja. Wat vind jij daar nou van? Nou ja, kijk, het is voor ons natuurlijk heel erg lastig als een slachtoffer nog een keer op een zitting een heel heftig verhaal vertelt. Want ja, rechters zijn natuurlijk ook mensen. En op het moment dat een slachtoffer daar in zijn positie als niet verdachte, maar echt als benadeelde, nog een keer vertelt hoe hij het heeft beleefd, heeft dat toch een bepaalde impact op alles wat er zeg maar op dat moment gebeurt. En rechters die vormen zich een oordeel over wat ze in het dossier lezen. Maar natuurlijk uit eerste hand van een slachtoffer horen hoe een strafbaar feit op die persoon
persoon is overgekomen, is het natuurlijk heel heftig. En vaak voor ons ook ja, daardoor vervelend. Ja. En daarom vinden wij, of wij, een groot gedeelte van de strafrechtadvocaten, dat eigenlijk ja, zo'n zitting niet echt de juiste plek is. Want het gaat om een verdachte. En het slachtoffer krijgt nu gewoon een hele grote rol in dat geheel. Ja. En ja, daar is gewoon veel om te doen. Voor ons is dat niet altijd makkelijk. Maar jij kon je wel vinden in dat verhaal van die Challing. Ja. Hij zei onder andere dat het toch enigszins gerelativeerd moest worden. Hij had het ook over dat het dan wel eens die kant op zou kunnen gaan. En dan gebruik ik even zijn woorden tussen aanhalingstekens. Een rotte vis, dat je zeg maar degene die je dat aangedaan heeft voor rotte vis gaat uitmaken in de rechtszaal. Ja. Als slachtoffer. Ja. Dat gaat wel heel ver. Gaat heel ver. En wat je ook vaak ziet gebeuren is dat rechters op een gegeven moment... Een slachtoffer mag eigenlijk alleen maar wat zeggen over wat die, hè, hoe hij het heeft beleefd... en niet over wat hij vindt van de verdachte. En vaak zie je dat dat gebeurt en dat rechters dan niet ingrijpen. En dan krijgt zo'n slachtoffer een hele andere ja, positie in die zin... dat hij helemaal de focus op iets anders legt. Nou ja, en dat is voor ons natuurlijk niet fijn. En de rechtbank moet dan ook ingrijpen en zeggen van... nou, hè, dat is niet de bedoeling, dat is niet hiervoor bedoeld. U heeft spreekrecht... En dat mag u gebruiken voor om aan te geven hoe u het heeft ervaren en wat voor de gevolgen zijn geweest voor u. Maar niet om iets te vinden of te zeggen over de verdachte, want die is verdachte. En de rechtbank spreekt recht en die zegt van, nou ja, hij is onschuldig of schuldig. Ja. En niet aan de persoon die daar emotioneel heel erg bij betrokken is, op wat voor manier dan ook. Dus dat is, ja, lastig. Jacob Films, ja. Heel bijzonder, maar filmde Henk, die staat in de bakfiets, ja. Hij zit in ja. De bakfiets. Ja. Lijkt me lastig. En hij duwt die bakfiets ja. Tussen die mensen door. Hè? Ja, dat is ook ingewikkeld. Dat is heel ingewikkeld. Ja, dat is niet zomaar wat. Heb je nog een kind eronder? Waarom heb jij ooit gekozen voor dit vak? Jij moest kiezen tussen kapster en advocaat, hè? Ja, het liefst wil ik eigenlijk kapster zijn. Ja, maar ja, daar was ik niet geschikt. Nee, dat is onzin. Nee, dat was geen keuze. Maar het lijkt me ook leuk om kapster te zijn. Ja, omdat je met mensen te maken hebt. En ik vind het strafrecht een heel mooi vak. Het gaat om de belangen van personen, maar niet altijd alleen maar om geld. Hè. In de civiele advocatuur gaat het vaak om een geldelijk belang of om een boom die verkeerd op de erfgrens staat. Rijdende rechtermateriaal, dat kan mij niet zo erg zeer boeien. Maar ik vind het wel heel interessant als iemand een delict pleegt of nou ja, waar komt het vandaan en hoe komt het zo? En het hoeft niet altijd zo te zijn dat mensen zijn die onder haverklap strafbare feiten plegen, maar je kan ook incidenteel zomaar ergens bij betrokken raken. Nou ja, en dan is het wel heel fijn als je een advocaat hebt die je daar goed in kan bijstaan. Maar wat jij nou zegt, hè? Want jij noemde de rijdende rechter, hè? Ja. De rijdende rechter, die man die dat al die jaren heeft gedaan. Die is er toen, niet meer, hè? Is gezwicht voor het grote geld, is naar SBS gegaan. Ja. Is nu een nieuwe. Ja, Reed. Reed. Ja. Een schitterende naam, John Reed. Prachtig, John ja. Reed. Ja. Maar wel weer een kerel, hè? Ja, ik had ook nog wel willen solliciteren. Hey. Ja, maar ik heb er geen verstand van. Maar misschien kunnen we hier lokaal iets doen. Jij hebt het strafrecht. Ja. Ja, nou, geen verstand van, maar dit zou jij ook kunnen doen, of niet? Nou, dat weet ik. Nee, ik ben te lang, heb ik dat niet gedaan. Maar nee. Waarom strafrecht? Ja, omdat strafrecht is gewoon heel boeiend. Het heeft te maken, het is ook spannend, weet je. Het is altijd een strafbaar feit wat gepleegd is, waar iemand zich voor moet verantwoorden. Dat blijft gewoon bijzonder. Ja. En het is heel erg belangrijk dat er goede strafrechtadvocaten zijn die kritisch zijn op het Openbaar Ministerie. Want het is natuurlijk een overheidsorgaan, hè, wat heel veel impact heeft en bepaalt hoe dingen gaan. En hè, ze mogen nu ook zelf zaken afdoen en er komt er geen rechter meer aan te passen. Dus het is wel heel belangrijk dat wij er kritisch op zijn, dat de processen goed verlopen. En dat iemand de beste rechtsbijstand krijgt die er is. Hey Maatje, maar hoe sta jij er tegenover? Want het vak, vooral in het strafrecht... Dus ik hoef helemaal geen naam te noemen, want iedereen weet over wie ik het heb. Dat het allemaal zo geromantiseerd wordt. Dat vak van die advocaat, ook vooral van die strafrechtadvocaat, dat die zo naar voren wordt gebracht. En zo wordt neergezet als iemand van de wereld. Ja. Maar jij als no-nonsense vrouw. Ja, dat komt natuurlijk omdat er een paar zijn die dat ook zo uitdragen. Hè? Die in grote auto's rijden en er gelikt uitzien en bij RTL Boulevard altijd zitten. Dezelfde. En altijd dezelfde. Maar ja, dat is ook een beetje omdat het natuurlijk strafrecht is natuurlijk een beetje sexy. Hè? Dat is natuurlijk gewoon leuk om ook over te vertellen. Ik bedoel, als ik een college geef op de Hans Hogeschool, is het leuker om iets te vertellen over moord en doodslag en geweld. Dan dat je vertelt over, ja, de buren waren het niet met elkaar eens omdat de boom op de erfgrens verkeerd stond. Ja, snap je? Dus, en dat is natuurlijk ook, ja, er gebeurt veel criminaliteit en dat is op een of andere manier spannend. En dan zijn dat soort figuren worden vaak naar voren geschoven. Ja, nee, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar jij ziet het vak wat jij doet toch anders.
Ja, jij bekijkt het niet door die bril. Nee, ik zou ook niet, denk ook niet dat het voor een cliënt prettig is dat je advocaat meer bezig is met naar buiten treden om te laten zien dat hij zo fantastisch is en dat hij er gelikt bij loopt. Het gaat uiteindelijk om dat je gewoon goede rechtsbijstand verleent en dat iemand daarbij, dat die daarbij gebaat is. Ja. Daar gaat het op mij betreft. Maar het is in jouw optiek. Het vak dat jij uitoefent is voor jou eigenlijk toch eigenlijk ultiem. Ik vind het het leukste wat er is. Ik zou niet iets anders willen doen. Nee, ik vind het echt. Het is gewoon heel divers en mensen zijn... Maar zou jij dit niet willen, maatje? Zoals zou dit? Ik jou een vraag willen stellen? Ja, ik zou... Ja, maar in deze rol? Oh, in deze rol. Misschien als weervrouw. Nee, onzin. Ik had dat wel gezien. Ik had het wel leuk gevonden als die rechter bij de publieke omroep... Als het een vrouw zou zijn geweest. Ja, inderdaad. Ietsje verder, jongens. Keuzevraag komt nog. Oh man. Wie weet. Misschien dat ik nog open sollicitatie kan sturen. Ik zou dat heel erg leuk vinden, ja. Ja. Altijd die kerels. Ja, altijd die kerels. Dat is waar. Ja, dat is waar. Dat ben ik wel met je eens. Ja, echt waar. Ja, dat vind ik ook. Oh, ongelooflijk maar waar zeg. De eerste dag op maandag en zo in de... Het is vandaag 29 februari dat we het opnemen. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. Het wordt op 3 maart uitgezonden, dat terzijde. Ja. Op deze schitterende dag, terrasje vol. Op deze kiesthema uit in de camera, maatje. Ja. Dat is leuk dat je in de waterschaapje vergeet daar niet. Bedankt. Kan veel meer dan wat ze vertelde in de Heerstraat helemaal. Jij kiest uit Gerard Spong of Lisbeth Poortman? Lisbeth Poortman. Ja, die kant op. Lisbeth Poortman. Mooi man, maatschap. Advocaat. En nou komt hij. Strafrecht.